Er zijn veel mensen met stress, met vermoeidheid, met slaapproblemen. Daar zijn diverse remedies tegen. En een van de jongste, dat is floten. Floten, wat stelt dat voor? Blijven in een plas water? Nee, dat stelt veel meer voor. En dan heb je ook nog een zoutkamer. Nou staan we hier bij iets, nou wat zeg ik, wat alles heeft te maken met floten. Maar hoe werkt dat? Maar floten, zoals je ziet, het is een speciaal ontwikkelde cabine. Er ligt een klein laagje water in, wat heel zout is, door middel van magnesiumsulfaat. Daarin ga je dus liggen, zoals deze dame. En ja, je wordt gedragen door het water, je bent gewichtloos. Je hebt zo min mogelijk prikkels. De temperatuur is gelijk aan je huid, zowel boven het water als het water zelf. En daardoor ben je ja, kom je in een hele ontspannen toestand, zowel fysiek als mentaal, waarin je lichaam dus zich volledig kan richten op het herstel. Ik kan me voorstellen dat het met name iets is voor mensen die burn-out hebben, die dus even helemaal tot zichzelf moeten komen. Klopt inderdaad, ja. Het bestrijdt over vermoeidheid. Als je inderdaad roofbouw pleegt hè, op je lichaam. Ja. Hoe lang lig je daar dan in? Een uur. Je gaat een uur dus drijven. Lijkt heel lang, maar als je echt in die ontspanning komt, dan is tijd geen tijd. En dan is het uur zo voorbij. En dan, eerst een douche, zien het hier achter ons. Ja, eerst even afspoelen. Afspoelen. Ja. Vervolgens dat uur en dan weer afspoelen. Ja, en dan voel douchen. Je als het goed is een heel ander mens. Ja, ja, je krijgt doordat je natuurlijk ook gewichtloos bent een sterke spierspanningsdaling. En als je door spanning opbouwt, wat loslaat. Dan zul je gewoon echt even je heel ontspannen voelen. En dat effect houdt ook een aantal dagen vast. Het doet ook iets met je hersenen. Ja, klopt. Het synchroniseert je linker en je rechter hersenhelft. Doordat je gewichtloos bent, denken je hersenen dat je zweeft. En heb je optimale doorbloeding. Dus het is inderdaad voor je hersenen heel goed. Ja. Je hebt het zelf ervaren, als ik het goed heb. Klopt, ja. En van daaruit ben je verder gaan interesseren. Ja, ja, ik zat zelf ook op een punt waarin ik wel wat meer herstel kon gebruiken. Ik had net mijn tweede kindje, werkte in de zorg, dus dag, avond, nachtdiensten en gaf borstvoeding. En dat was toch wel voor mij even dat ik op zoek was naar slaap, extra slaap. Mm-hmm. En floten bood zodanig uitkomst dat ik bij mezelf dacht, dit moet meer aangeboden worden. En van daaruit ben ik eens gaan kijken of ik dat samen met mijn zus dan dus ben gaan doen. Ja. Ja, want dat is de volgende vraag eigenlijk. Ja. Is dit leeftijdloos of hoe moet ik dat zien? Ja, dit is leeftijdloos. Geen verwijzing? Nee. Je kan gewoon gebruik maken van het floten. Ja. En als mensen twijfel hebben, misschien eerst even de arts vragen. Zekerheidshalve. Als je echt twijfelt, dan kun je altijd een arts raadplegen. Maar in principe is het puur herstel, zowel fysiek als mentaal. Dus het zal altijd goed doen. Het zal je altijd goed doen, ja. Ja. Het aantal keren dat je gaat floten, dat is natuurlijk afhankelijk van wat je zelf wilt, maar klopt. Ook hoe je lichaam erop reageert. Klopt inderdaad. De ene meer waarschijnlijk nodig dan de andere. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat voel je zelf heel goed aan. Het kan wel zo zijn dat als jij best wel onder stress staat, dat het floten wel even heftig kan zijn. De snelle afvoer van stresshormonen kan bijvoorbeeld zorgen dat je gewoon even niet zo lekker voelt, dat je misselijk wordt of dat je spierpijn krijgt, hè, doordat je die spierspanningsdaling krijgt en die afvalstoffen vrijkomen. Ja. Daar moet je gewoon echt even doorheen. Het is wel een hele snelle manier
om juist daar doorheen te komen. Ja. Nou kan ik deze dame wel vragen stellen, maar dat heeft waarschijnlijk weinig zin, want zij hoort, neem ik aan, niets, hè? Nee, zij ligt echt in ontspannen toestand, of je moet haar aantikken, dan ja, is ze wel weer bij. Ja. Maar hoe is dat met oren? Dat bedoelde ik eigenlijk. Oh. Zijn die afgeschermd? Ja, je kan oordopje, we hebben oordopjes waar je gebruik van kan maken. Ja. Na dat uur gaat er een zoomer over, of hoe werkt dat? Ja, na het uur krijg je een stem te horen dat de sessie is afgelopen. Okay. En wanneer je de verlichting hebt uitgezet, dan gaat de verlichting ook vanzelf aan. Ja. Dat het afgelopen is hier, ja. Maar dat het juist toeneemt met de vitaliteit. Dat is de bedoeling. Klopt. Ja. Maar dan zitten we nu in een zoutkamer. Ja. Wat moet ik me daar nou toch bij voorstellen? Nou, een zoutkamer zoals je ziet is een kamer die is bekleed met zout. En ook de vloer ligt allemaal zout op, zeg maar. Er wordt heel fijn zout verneveld door een halogenerator in deze omgeving. En dat fijne zout, dat adem je dus in. En dat komt dus in je luchtwegen. En dat zorgt er dus voor dat er, als je bijvoorbeeld astma hebt, COPD, ontstekingen worden opgeheven. Hoe lang zit je hierin? Een uur ongeveer. Ja. Een uur, ja. En dat behoeft waarschijnlijk herhaling, want met dat 1 uur ben je er waarschijnlijk niet. Nee, inderdaad. Het is wel echt een therapie wat je toch in het begin even regelmatig moet doen. Ja, het mooiste is 2-3 keer per week om het echt even op te bouwen. En als je het hebt opgebouwd, kan je er langere poses tussen laten zitten. Ja, maar zoals met chronische ziekten merk je dus groot verschil. Ja. De temperatuur? De temperatuur is ongeveer 20 graden, 22 graden. Dus je kan gewoon rustig met je kleding aan, zit je hier in. Als je het koud krijgt, kun je even een dekentje over je heen doen. En je kunt een boekje lezen, je kan even stoel achteruit doen, even je ogen dicht doen. Gewoon even ontspannen. Want bij een zoutkamer en deze entourage denk je al gauw aan kou, maar dat is dus allerminst het geval. Klopt inderdaad. Nee, het is een normale temperatuur. Ja, het lijkt koud, ja. Ja. Wat zijn de reacties van de mensen tot nu toe geweest eigenlijk, die dit gedaan hebben? De reacties inderdaad dat mensen makkelijker slijm ophoesten dat ze toch meer lucht hebben. Het is dan voornamelijk mensen met luchtwegklachten.